Ik ben weer begonnen en ik ga vol goede moed en energie weer video's maken. Dus je bent nog niet van me af. Hoi hoi, daar ben ik weer. Super leuk dat je naar deze video kijkt. Het heeft even geduurd. Maar ik zal gelijk bij je bekennen, echt die coronatijd. Echt mensen, ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar het irriteert me aan alle kanten. En ik kan niet wachten totdat dit voorbij is. Maar ik ben bang dat het nog wel even gaat duren. Nou ja, je herkent waarschijnlijk mijn gevoelens wel. Het hele filmen, het lukte gewoon even niet. Echt, mijn energie was ver te zoeken. Want als ik ergens energie van krijg, dan is het van andere mensen. Van gezelligheid, feestjes. Nou ja, zelfs de meest burgerlijke verjaardag vind ik gezellig. En dat is echt iets wat ik nu ongelooflijk mis. Het voorjaar heb ik nog wel een beetje met een mondkapje wat gevlogd. En kwam ik er live zelfs achter dat zijn mondkapje helemaal niet achter mijn oor bleef hangen. Nou, dat is nog steeds super irritant. Ja, toen de scholen dicht gingen, heb ik hier met die drie kinderen van me. Met dagschema's. Hier aan de deur hing dat dagschema. Dat ik iedere dag bezig was om het een beetje draaiende te houden. Nou ja, maar daarna ook weer met die kids om me heen filmen. Best lastig. Maar vanaf nu heb ik besloten, ik ga weer lekker full focus, positief erin. Jullie krijgen regelmatig weer een leuke video van me te zien. Met mooie onderwerpen, interessante onderwerpen. Misschien heb je zelf nog iets dat je denkt, nou ja, daar moet maar vooral echt eens eventjes wat aandacht aan besteden. Laat het me alsjeblieft weten. Reageer hieronder, alleen maar leuk. Voor nu heb ik voor jullie een tiental dingen om positief deze coronatijd door te komen. Dus let op. Nummer 1 is natuurlijk positief blijven. Echt, er komt een tijd dat dit allemaal voorbij is. Dat we gewoon weer lekker op vakantie kunnen. Dat we gewoon lekker kunnen knuffelen met onze familie en vrienden. En feestjes bouwen. Hou je daar vooral aan vast. Nummer 2 is stop met nieuws kijken. En al die programma's over corona. Ik word er echt serieus niet goed van. Ik ben overgestapt op Netflix. Ik heb net de serie afgerond. Undercover. Oh jongens, als je die nog niet gezien hebt, ga dan vooral even undercover kijken. Nummer 3 is fit blijven. Ondanks dat de sportscholen misschien dicht zijn, zorg ervoor dat je wel in beweging blijft. Want echt, van sporten krijg je juist energie van bewegen. Dus lekker naar buiten, goede schoenen aan en go. Nummer 4 is genieten van lekker eten. Ja, ik hou ervan. Ik kan echt genieten van een heerlijke maaltijd. Ik ben niet zo van het koken, althans geen groente, vlees, aardappelen, dat vind ik echt gewoon saai. Maar een lekker leuk recept of een leuk kookboek, ja, daaruit vind ik het heel erg leuk om te koken. Maar sommige restaurants bezorgen natuurlijk ook. Wees een beetje creatief en woon je nou alleen en dan kun je ook heerlijk koken. En hoe leuk, iemand anders zal zo blij zijn met een lekkere maaltijd van jou. Dus lekker een beetje kokerellen deze tijd. Nummer 5. Ik had het net al eventjes over fit blijven. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon heerlijk wandelen. Maak fantastische mooie wandelingen met iemand waar je ook gewoon een positieve boost van krijgt. Je beste vriendin, je lieve moeder, je tofste buurvrouw. Vraag of ze heerlijk een uur met je gaat wandelen. Daar knap je zeker van op. Nummer 6. Doe iets waar je blij van wordt. Iets waar je echt gewoon denkt van, wauw. Lekker een boek lezen op de bank, vreubelen, achter de naaimachine. Nou ja, ik weet niet wat voor hobby's je allemaal hebt, maar denk er eens over na. Misschien wel bakken, lekker appeltaarten bakken. Je kan het vast voor jezelf bedenken. 7. Online wildbellen. Eigenlijk is het super leuk om met mensen gewoon even te zien. Aangezien dat nu gewoon vinden kan, verre vrienden, kennissen. Probeer eens een afspraak te maken dat je echt met ze gaat wildbellen. En dan kun je best wel mooie gesprekken voeren. Het hoeft niet alleen met vrienden te zijn, kan ook met lotgenoten. Ik organiseer dat zelf vanuit mijn werk heel veel. En we merken dat het heel erg mooie fijne gesprekken kunnen opleveren. Nummer 8. Leg de focus op wat allemaal wel kan. Je kunt
allemaal leuke plannen maken voor over de komende jaren, mooie vakanties of reizen. Maar je kunt ook nadenken over een aanbouw. Je kunt je huis gaan schilderen. Je kunt allemaal hobby's gaan uitvoeren waar je nooit tijd voor had. Boeken lezen. Gewoon lekker de focus op wat wel kan. En alles behalve op hetgene wat niet kan. Daar word je dus niet vrolijker van. Nummer 9. Gun jezelf rust. Heerlijk op de bank. Groot kop thee, chocola, dekentje. Heerlijk. Zeker nu dat het nog kan. Voordat je het weet is de coronatijd voorbij en leven we weer in een rush en moet alles weer. Dus stiekem toch ook nog een beetje gewoon genieten. Tien. Doe iets voor een ander. Maak iemand anders blij met een bosje bloemen, een belletje. Breng iemand een zelfgebakken cake of taart. Ja, van een ander blij maken word ik in ieder geval nog blijer dan dat ik mezelf blij zou maken. Nou, dat waren ze. Lieve mensen, hopelijk komen jullie allemaal fit, gezond en positief deze coronatijd door. Vanaf nu in ieder geval regelmatig weer een leuke video van mij. En altijd leuk als je eventjes wil reageren. Dankjewel voor het kijken. Bye!